Zorg dat u altijd weet hoe u moet handelen in geval van nood. Want een ongeluk zit in een klein hoekje, ook voor uw hond. In dit filmpje ziet u hoe u de hartslag van uw hond kunt controleren. De hartslag bij de hond ligt bij volwassen dieren tussen de 60 en 120 slagen per minuut. Bij jonge of nerveuze honden kan de frequentie enorm toenemen. De hartslag is bij honden te meten bij de dijbeenslagader aan de binnenzijde van de achterpoten. Als de hond staat, kunt u hiervoor de bovenbenen van achter omvatten met de vingers naar binnen en de duim naar buiten. Met uw vingers kunt u in dit gebied de pols voelen. Bij honden met overgewicht kan de pols minder goed voelbaar zijn. Ligt de hond, leg dan uw hand aan de binnenzijde van het dijbeen ter hoogte van de lies om de pols te kunnen voelen. Over het algemeen volstaat het om de hartslag 15 seconden te tellen. Vermenigvuldig de uitslag met 4 om de polsslag per minuut te berekenen.